Het Kijk- en Luistermuseum vierde dat zij binnen hun 45-jarig bestaan 40 jaar aan de Kerkstraat in Bennekom zitten. Op zaterdag 25 juli gingen de bezoekers terug in de tijd. Entreekaartjes kostten toen evenveel als 40 jaar geleden. In de verschillende expositieruimtes werden zogenaamde levende verhalen verteld door acteurs in kleding van toen die zo de geschiedenis tot leven brachten. Het aantal bezoekers bewees dat het museum nog steeds volop in de belangstelling staat. We zien dus de mensen verkleed in de winkel, zeg maar, en bij de boerderij en de schoolmeester staat er. En dat is natuurlijk heel leuk en die vertellen er van alles van. Het museum bestaat nu dus 40 jaar. Is de collectie in de loop der tijden behoorlijk uitgebreid? Dat kun je wel zeggen, ja. Toen wij begonnen, zeg maar, ook bij de muziek. Ik denk dat we een derde erbij hebben gekocht of gekregen. En vooral ook de oude dingen, die hebben we ontzettend veel bijgekregen. Maar goed, het eigenlijk bestaat uit twee delen. Het luistermuseum met de muziekinstrumenten en het historisch gedeelte. Dat gaat goed samen? Dat gaat prima samen. Ik bedoel, de mensen gaan dus naar een rondleiding bij de muziek en kunnen na rustig rondlopen. Maar ze kunnen ook uitleg hebben bij de manufacturenwinkel. En dat is ook heel leuk natuurlijk, want dan krijg je, nou ja, wij noemen het even de onderbroekenlol. De eerste onderbroeken, hemden, alles en zo. Dat is heel leuk. Ja, want het leuke is, er is een winkeltje nagebouwd. We zien een schoolklasje, boerderijstal. De boerderij, de schoolklas, maar ook de vurenwinkel en natuurlijk het kruidenierswinkeltje van meneer Kok. Bekend in Ede, denk ik, hè? Zijn er nog meer activiteiten gepland dit jaar vanwege het 40-jarig bestaan? Ja, we hebben op 13 en 14 augustus 's avonds een modeshow van onze oude kleding. En dat gaat van onderbroeken tot jurken, kerkjurken tot 1960. Zeg maar, de oudste is 1779 tot 1960 tonen wij de jurken en alle kleding die we hebben. Ik neem aan dat gezien de drukte hier, dat het een succes is. Staan er nog meer van dit soort activiteiten gepland? Want ja, het trekt wel natuurlijk. Ja, nee, eigenlijk niet. Het is maar eenmalig dat we dus goedkoop zijn. Maar verder de historische afdeling lopen daar weer meer mensen rond met de kleding aan. En ja, wat ook heel fijn is, we krijgen toch de Dikkettentoonstelling. En dat trekt natuurlijk ook veel mensen. Echte Bennekomse schilder. Maar andere dingen, nee, eigenlijk niet.